Als we gaan slijpen, hebben we natuurlijk als eerste nodig een slijpblok. Dit is mijn blok. Een steep bent frame. Waarom heet het steep bent frame? Omdat het blok zich aanpast aan de buiging die in mijn schaat zit. De buiging zit overigens zo in je ijzer. Je zorgt er een beetje voor dat je met de bocht meedraait. En daarnaast hebben we natuurlijk de ronding in de schaats. Een schaats is niet helemaal vlak, maar heeft een hoogtepunt midden ongeveer. En er zit dus ook ronding in, zoals we dat noemen. Dan gaan we dus de schaatsen in het blok plaatsen. Dat is 1. Dat is 2. We hebben een paar aanslagen nodig, die hier liggen. Die zorgen ervoor dat de schaatsen precies even hoog in het blok terechtkomen. En nu ga ik ze dus aandraaien hier. Ik zorg dat het ijzer tegen de aanslagen zit. En zodra ik hem aandraai, zorgt het laatste dingetje hiervoor dat ze meedraaien met de bending, met de buiging. Hier is mijn mooie lichte broodtrommel waarin ik al mijn slijpmateriaal vervoer. Licht is wel belangrijk, want voor het vliegen is het handig. Travel light zeggen we altijd. Alcohol om de schaatsen schoon te maken. Olie om deze keramische polijsteen die we hier hebben mee in te smeren. Diamantpasta voor de laatste finishing touch met mijn laatste stap polijsteen, maar dat zullen we zo zien. Een aantal braamsteentjes. Grovere en minder grovere. En dan hebben we hier de slijpstenen zoals we het noemen. Maar het zijn onderhand DMT diamant polijstenen. Die gebruiken daar doen we het echte slijpwerk mee. Nou, daar gaan we. Ik begin met de rode kant. 25 micron. Liefst zo fijn mogelijk. Want dan hou ik zoveel mogelijk van mijn ronding over. Hoe grover ik begin, hoe meer de kans loopt dat je je ronding helemaal knapt. En dan kun je je ronding weer gaan doen en daar heb ik, nou ja, als het niet hoeft, hoeft het niet, hè. En als ik een klein braampje begin te voelen, dan is het al wel goed. Dan gaan we bramen. Ik vind een groot voordeel van, maar dat is mijn voorkeur van dit blok, is dat je een groot plat braamsteetje kan gebruiken en dat je dan over de hele breedte van je lemmet kan halen, zodat je eigenlijk altijd weet dat je een hoek van 90 graden hebt. Alleen hier bij de plekken waar die natuurlijk in het blok zit, is dat even ietsje lastiger. Maar ja, dat vind ik het voordeel van deze blokken. We gaan nu naar de laatste stap, naar het polijsten. Om de schaats zo glad mogelijk te krijgen. Daarvoor heb ik hier mijn speciale polijsteen. Eigenlijk is het een nikkelen plaat die verstopt zit in deze cakevorm. Ik kon geen mooiere vorm vinden om hem te beschermen, maar daarin zit mijn polijsteen dus beschermd. Dit is een nikkelen plaat. Daarop doe ik een beetje diamantpasta van 3 micron. We hebben net met 9 micron geslepen. Dan gaan we dus nu nog naar 3 keer zo fijn eigenlijk dus. We doen een paar dotjes diamantpasta op. Die doen we op dit aluminium vlakke plaatje. En daarmee smeren we de hele plaat egaal in. En waarom gebruik ik een nikkelen plaat om te polijsten? Die komt bij K-Mature vandaan. Die zijn heel gespecialiseerd in het maken van apparatuur om matrijzen te maken voor fijne elektronica. En een nikkelen plaat, die is heel fijn, dus een hele grote dichtheid. En de diamantkorreltjes blijven dus echt bovenop liggen. Ik check ze nu nog eventjes op putjes. Ik zet mijn nagel op de scherpe hoek en voel of er geen gekke kleine putjes in de schaatsen zitten. Helemaal mooi. Daarnaast check ik nog eventjes of mijn nagel blijft hangen aan de hoek die ik gemaakt heb. Of ze helemaal scherp zijn. Ik doe niet de ouderwetse methode meer om echt een stuk van je nagel af te schrapen. Ik kan het wel even een keer voordoen. Nou, zie. Hoppa. Alleen dat doe ik dus niet meer, want er vannacht je hele nagels mee. Dat was het.